Zo, die staat er goed op. Dat is een foto, die stuur ik naar mijn familie. Ik gebruik daarvoor een camera die in een telefoon zit. En die telefoon die heeft allerlei functies die ik zowel privé gebruik, maar eigenlijk stiekem ook zakelijk. Vertrouwelijkheid waarborgen voor je cliënten betekent dat je dus ook heel erg zorgvuldig omgaat met je gegevens. Het gebruik van je mobiele telefoon in privé kan behoorlijk veel invloed hebben. Want wat doe je allemaal in privé? Waar ga je allemaal naartoe? Die GPS-gegevens, wie slaat die allemaal op en wat wordt er allemaal mee gedaan? Als ik op kantoor kom, dan bekijk ik een e-mail op mijn laptop of op de computer die daar staat. En in die e-mail zie ik die ene bijlage met die koopovereenkomst uit 1987 waar ik het net over had. Maar die koopovereenkomst, hoe is die eigenlijk in mijn e-mail terechtgekomen? Die is gescand op een scandevice en toen naar mijn mail toegescand. Maar vanaf dat mailadres dan eigenlijk? Wie heeft die scanner eigenlijk ingesteld? Wie kan er eigenlijk bij die systeeminstellingen en wie is mijn systeembeheerder? Maar was er ook nog iets anders aan de hand met die scanner? Want er zat toch een harde schijf in. Wat gebeurt er als ik die scanner zo meteen wegdoe? En wat gebeurt er met al die documenten die op die harde schijf staan? Dat zijn allemaal wel veel vragen, maar dat zijn wel vragen waar je over moet nadenken. Mijn oproep is, ga niet langer denken dat je door een privéchauffeur rondgereden wordt in een doolhof van het IT. Nee, ga zelf achter het stuur zitten en besef je dat als je in een auto achter het stuur kruipt, je rijbewijs moet hebben. Ook al heb je al 18 jaar deelgenomen aan het verkeer, je zult alsnog theorie en praktijk moeten leren. En tjonge, het viel me best wel tegen ook, want heel veel mensen slagen niet eens in één keer. Het is een behoorlijke verantwoordelijkheid om op een verantwoorde wijze met IT om te gaan en met je cliënten te communiceren. Hun data te bewaren, maar vooral hun belangen te dienen. Om je hierbij te helpen, heeft Denova samen met Fox IT tips en tricks online gezet. Bekijk ze. Download ze op advocatenorde.nl. Volg ons op social media. En weet dat deze tips en tricks altijd geactualiseerd blijven.